my god. Wat is het ook? We gaan er nog een probleem met de buren hoor. Lekker ja, Phil Collins in het tweede uur van Zomerradio. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 5 Zomerradio. Ik ben naar Dordijn gehoord, maar het is hier zo benauwd in hier. Ik weet niet wat het is. In Prutten drokt in één keer de 14 volle meesten om je zinnen. Ja, maar hoe zou dat nog kennen? Want ze binnen in de studio. Bij jou eens even een groot applaus hier, de Q! Het was wat leuk dat je hem er binnen. Ja, cool. Nou tel ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 bandleden. Ja, we hebben de blazen, zeg maar mij nou. Kon het missen. Hey, wie had het meeste wut altijd? Ja, dat is Erik. Hij praat het meest. Ik ken het beste autosverkeerpje, dus dat is niet praten. Hij zoet echt wel. Ja, heerlijk maar. Erik, voordat we beginnen met wie nou echt de Cube is en wat de Cube is, vertel even wie alle bandleden binnen. Ja, van links naar rechts of van langs, rechts naar links? Maak het op de radio niks uit. Nou, achter die, een beetje kribbelend, is dit Mariska, uw kribbelend? Zangeres. En bij uw bouwke zit uw drummerke Ron. Ron. Dat is dat zo. De animal van de club, ja. De animal. Dan zie je het in Ruud doen, Ipe en Hendrik. Ipe gitarist en Hendrik toetsenist. En we Kees nog. Klompen. Kees op klompen. Ja, dat wordt... Ja, want we gaan straks ook nog even klomp haken. Oh. Ik ben prachtige beelden van trouwens. Ja, nou al. En ondergetekende. Erik. Wat leuk dat je hem er binnen, jongens, als eerste. Vertel maar, wie is de Cube? Ja, ik weet het al lang. Je moet een hele website voorlezen. Dus ja. Zo'n 3 jaar geleden kwamen 6 muzikale vrienden bij elkaar. Eén passie. Oh, ik dacht dat het voor een weekend jou was. Met één passie. Ja. Muziek. Maar hoe ken je me, hoor? Ik ken Ron via de gospel. Kees via de gospel. Hendrik via de gospel. Ron die kwam toen bij de gospel in Dokkum. En daar koor de Mariska van de gospel. Van de gospel. En Ipe die is samen komen wij. Hij ging nooit meer weg. En Hendrik had een hele prutte ervaring met gospel. Ah, oké. Dus het komt al even... En je bent een vriendenclubje, dat zei je niet helemaal. Ja, we zijn in Sint-Burg in bijna in huis, hè? Bijna in huis? Hoezo? Ipe die wijnt toen op het begin van de stritten. Dan komt dan komt Kees, dan kom ik en dan komt Hendrik. Ik snap van de handige, Mariska en Ron, die worden net verhuisd. Ja, ik zie van de wereld. Ja. Ze kwamen in Polonaise hierin, ik snap nou waarom. Had ik een hoofdstraat meer met de Cube stritten. De Cube stritten. Nee, maar je hebt mijn koord gewoon opzacht in zijn van week gewoon mijn zonal muziek meidje. Hoe wordt dat in de kroeg een keer een leuke dateje of zo opzetten? Hoe maken we dat zien? Met een gospel repetitie. Zo, hij is een keer een bandje beginnen. Ja, prima. Maar de toenmalige toetsenist van de gospel. Oké, zullen we een spultje dan? Hoe langer we nog geen woord gospel mee zitten? Dat wordt moeilijk. Ja. Verboden woord. Ja, precies, het verboden woord. Ja, draaiboek. Het is een koerel bekend. Het is wel heel erg dit. Maar even waarom naar de Cube. Wat is je doel, jongens, met je band? Wat kan je zeggen? Wat zitten? Hij vindt de microfoon leuk. Ja. Nee, maar het doel is lekkere muziek, maaitje, mijlkoor. Ja. En mijn beetje mazzel wat mensen van maaitje. Ja, optredens, dwan en dergelijke her en der. Wil dat alleen wat op? Nee. Ik zoet vooral net aan. Nee, maar hier en daar wat optredens. Het is op de stuit wat rustig, maar het komt al hier in. Nee, weer flink ongezet. Maar ja, wat is het doel? Dan gewoon leuke liedse optredens, liedse, ik neem het maar een braderie, een markt en dat soort dingen. Of is het echt bedoeling dat een feestentje op zich ik bolles ken? Nou ja, feestentje, kroegjes. Ja, we hebben al eens een keer een kroeg heel nog vol van. Ja, 20 man. Meer past er net in. De liedse kroeg. Maar weer reuze gezellig. Ja. Maar dat soort dingetjes ben hartstikke gezellig. Maar we hebben vorig jaar ook op het Jester Bar en Jester Marstien. Ja.
Dat is wel wat grutter. En dat is al wat grutter. Ja. En van Farrier hebben wij in Burgemstien met de swingmarkt, hoe heet het? Rock, nou, ja. En zomermarkt. En zomer, met zomermarkt en de ja, Rock Night voor KWF kankerbestrijding in Burgum. Dus dat zijn alweer... Vooral heel, proces, wie dat toen. Vooral proces. Ja, ja, ja. Alweer hartstikke leuke dingetjes om uit te doen. Ja. Nou spelen je met mijn eerste covers. Kennen wij binnenkort eens werk van Jim, Jer? Nou, Ipe is al drie jaar achter elkaar is die bezig met je nummer. En dat is nog steeds dit al. Dat zit in de groenverven. Ja, bijvoorbeeld. Oh nee. Nee, dat zit nog in de groenverven. Maar ik denk dat wij, ja, aan de ene kant de theater net van hem om die nummers te maken. Maar Malko, ja, vind het vol leuker op dit tijd om de muziek van oren nog te spelen. Ja. Wat ben je favoriete band? Ja, dat is ieder van zich. Ik kom uit de tijd van Sex Pistols. Dus, ja, ja. Ik wil tijd dan ik dat vreten. Kees, wat is die favoriete muziek? Nou, meer in richting Nederlands talen. Nick en Simon, Guus Meeuwers. Oh, van het commerciële Ipe? Nog. Ipe, ik hou dan van jou. Ja. Oké, okay. Niepe, wat is die smaak van de best dan ik kon schreeuwen? Heel roos, Foo Fighters Metallica. Oh, Foo Fighters Metallica, yeah. Een beetje rock. Oh. Hendrik? Nou, ik ben Keen en Queen. Ik heb een beetje rock, en hoe zit het met jij? Nou, de Anouk-richting natuurlijk, hè? Ja, Anouk-richting. Ja, die kreeg al Alanis Morissette, ja, volgens mij. Ja, je hebt ook bij. En de drummer van de band? En de drummer? Ja, Sesamstraat. Een voorbeeld natuurlijk, dus dan komt bij Toto, Muse en dergelijke. Het zit wel een lijn in. Er zit wel een lijn in. Ja, een beetje met een grote sinus. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Hey, je had de eerste set krijgt die in. Wat breng je hem dadelijk in uw tweede set? Hendrik's favoriet. Wie? Hendrik's favoriet. Oh, Hendrik, kom maar op. Ja, de Queen Medley. De Queen Medley. Oh, lekker. Hij heeft een medley. Oké, lekker. Dat is rustig met piano. Dat is, ja, heel rustig. Dat eerste stukje zeker. Ja. Precies. Hey, Maris, ik maak het toch even vrij. Ja, ik zit Maris al. Mariska. Maris. Ik ben al je man en dan ben je de enige vrouw in je gezelschap. Ja, ik ga ze al hier ondertomen. Nou, dat raak je. We beginnen al te luiden. Jim let het daar. Ja, denk ik. Maar hoe is het dan met dit groepje samen te werken? Nou, ik is beter om hun vrije hoe dat is om mijn meet samen te werken. jongen. Ja, dan de sekspraat komt bij haar uit. Ik had zo'n idee dat het interview helemaal... daarom moest ik Jirk stingen. Oh, ja. Veilig. Ja, ik snap nou alles. Ja. Maar doe best nou speciaal. We hebben een omkomst van Vlieland, toch? Ja, Vlieland. Klopt. Je wist al op vakantie? Nee, ik werk hier Vlieland. Doe werk is dat wel? Ja, speciaal waarom? Ja, maar ik heb ook een vloer aan. Ja, nou, dat is toch leuk? Dat is toch... En ik dus de man is een beetje aardig van mijn blauw. Uw stream is aardig bezet. Mijn verkeer is Vlieland. Is dat? Ja, wauw. Ja, dat is leuk. Dus alle meesten daar, leuk dat jullie luisteren. En WCM net mijn litte wachtje, want ik had altijd al eens een keer zeggen wel. Ga je maar eens even naar de gang. Gaas terug. Ga naar je melk. Ha, lekker, ja. Ja, gezellig. Zomaar. We hebben hier een airco. die stampt hier om de boel aardig op 20 graden de hoorn. Ze waren mee vol. Ze gingen inderdaad naar de gong. Wat een chaos interview eigenlijk. Maar inhoudelijk, alles zit er al in, inderdaad. Maar ze stonden weer op hun plek. En dan hoeven wij nog maar niet één ding te zeggen. Wij gaan horen naar het tweede gedeelte van... Dus de band The Q! We'll be right back.